In 2010 wint de Keniaan William Kipchumba de Utrecht Marathon en gaat met een paar duizend euro aan prijzengeld naar huis. How was it? Was nice, very nice. In editie 2011 van de Utrecht Marathon is hij er niet bij, want als Keniaan valt er nauwelijks iets te verdienen. En daar zijn we los met de Marathon van Utrecht. De Dutch Battle is zojuist begonnen. De organisatie wil dat de marathon weer een ouderwets Nederlands gevecht wordt en houdt een Dutch Battle. Een marathon waarbij alleen Nederlandse lopers kans maken op het grote prijzengeld. En dus doen er in 2011 geen bekende Kenianen mee. In de kopgroep loopt alleen de onbekende kipkoerier. En wie is deze meneer hier aan het eind? Dat is een goede vraag. De Dutch Battle zorgt voor veel commotie. Volgens de organisatie is er geen sprake van discriminatie en worden de Nederlandse atleten juist gestimuleerd. Maar de Kenianen zijn boos en ook de gemeente is niet blij. Wat nu de bedoeling is van met name de prijzengeldregeling, ja, dat vinden wij een ongelukkige manier. Met een subsidie van 150.000 euro is de gemeente Utrecht een belangrijke geldschieter van de Utrecht Marathon. Om na te gaan of ze die bij een Dutch Battle nog wel moeten geven, wil de gemeente een oordeel van de commissie gelijke behandeling. Opmerkelijk genoeg wil de organisator van de Utrecht Marathon dat zelf ook. Omdat er eigenlijk zoveel informatie loskwam in de media, hadden wij wel de behoefte aan om ook het verzoek in te dienen met de juiste informatie. De Utrecht Marathon 2011 wordt toch nog bijna door een Keniaan gewonnen. De onbekende kipkoerier loopt lang voorop. Maar de Nederlandse debutant Michel Butter gaat hem een paar honderd meter voor de finish voorbij en wint. Er was een Keniaan er vandoor en je hebt het toch gepakt. Dus je bent echt de grote winnaar van de Marathon van Utrecht. Dat klopt, ja. Hoe de Utrecht Marathon 2012 eruit zal zien, is nog even afwachten.